In de zomer is het ontzettend druk op Centrum Eiland. En dat komt omdat er zulke leuke dingen te doen zijn. Er is een skatepark, er is een windsurfschool en het strand ligt er geweldig bij. En nu is er ook een kunstwerk. En dat wordt vandaag onthuld door Erik van den Burg. Lada, jij bent de kunstenares. Ja, wat is het eigenlijk? Nou, dat is een ruimtelijke interventie. Het is samenstelling pallets die in guldige nieuwe stuk stad. En die is, ik ben eigenlijk architect, dus ontworpen met het idee dat het wordt een soort place becoming. Dus dat het een inguldiging van een nieuwe stuk stad, dat is natuurlijk Eiburg overal. Maar voordat het huizen komen, dat het al een plek wordt. Dus er zijn trappen, zijn een soort zandbak, element om te springen in het zand. Ja. Zandspier. Zandspier is de naam, ja. We kunnen met elkaar praten over de bewegende stad. We kunnen praten over hoe zorgen we er nou voor dat iedereen, en zeker ook kinderen, letterlijk en figuurlijk in beweging komen. Maar je ziet wat het effect is. Je ziet dat als je dit zo hier neerlegt op deze anders nog leegzijnde zandvlakte, dat het meteen al aanzet tot verspringen. En daarom ga ik het lint doorknippen en is het officieel, gaat het goed? Heb je hem? Ja. Geopend! Yeah. Ja, nou, we proberen steeds meer mensen in Amsterdam in beweging te krijgen, omdat bewegen gezond voor je is. Het helpt bij heel veel gezondheidszorgproblemen, of het voorkomt ze in heel veel gevallen ook. Dus we proberen meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Nou, als we dan nadenken over de inrichting van een nieuw eiland, zoals hier bij Centrum Eiland, dan moet je er ook voor zorgen dat je het ook mee goed doet. Als er huizen op Centrum Eiland staan, dan neem ik aan dat dat niet opeens dat concept verdwenen is. Nee, zeker niet. Nog sterker, wat je hier ziet, is ook zo hoe hoog het straks hier werkelijk op sommige plekken ook gaat worden. Dus je krijgt ook op Centrum Eiland hoogteverschillen. Om het eiland aantrekkelijker te maken, maar ook inderdaad om bewandelen, om spelen, om tikkertje, verstoppertje, kortom, al die dingen te doen die eigenlijk heel goed voor je zijn, om die ook in de inrichting hartstikke goed mogelijk te maken. We stonden natuurlijk in februari hier een stukje verderop op het Eiburg College. De eerste zelfbouwmarkt voor ja, toch de grootste zelfbouwlocatie voor Amsterdam de komende jaren. Ja, alle kavels zijn natuurlijk overschreven qua aantallen inschrijvingen. En we zijn nu druk bezig met de volgende markt op 8 juli, ook in het Eiburg College. Ja, dan gaat het tweede blok de markt op. Ja, en elk kwartaal zo ongeveer, hè, gaan we met een blok de markt op. En nou is 70% vrije kavel en 30% niet. Wat gebeurt daarmee? Ja, 70% zelfbouw, 30% dat is bestemd voor woningbouwcorporaties. Of commerciële ontwikkelaars, dus dat zijn professionele projectontwikkelaars. Ja, er komt verder nog een school natuurlijk ook op het Centrum Eiland. We beginnen, ja, noemen we de Strandlaan aan de zuidkant. En langzaam werken we dan richting ja, waar we nu zitten. Dus met een aantal jaren, ja, komen we hier ook richting de tijdelijke voorzieningen die dan ja, of een andere plek moeten krijgen of moeten verdwijnen. Ja. Vrijland is een initiatief wat hier vlak achter komt. En dat wordt een hartstikke leuke plek voor kinderen om daar lekker te spelen met water, zand. Ongedwongen mooie plek. En die past natuurlijk naadloos in het rijtje van alle andere initiatieven die we hier op de toekomstige Pampuslaan hebben gerealiseerd. Voor Centrum Eiland is niet alleen zelfbouw een belangrijk thema, maar ook duurzaamheid. En dan wel energie-neutraal. Dus dat betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt voor de energie van fossiele brandstoffen. En de gemeente heeft daarvoor een aanbesteding uitgeschreven. En die is nou ja, toevallig gisteren gewonnen door het bedrijf E-Tech. En zij gaan voor het hele eiland wat we hierachter zien een warmte-koude systeem aanleggen. En dat betekent dat je voor de verwarming en de koeling van je woning gebruik maakt van diepe bronnen die zo op 200 meter diepte onder de grond zitten. En met dit energie-neutrale warmte-koude systeem is het 100% duurzaam. 1, zak in, 2, jump, 3, sprong met je hoofd, 4. En terwijl ik net de mensen bij de bootcamp enorm heb zien sporten, ja, denk ik, ik moet er toch ook maar eens aan. Want sportenspel is heel belangrijk en dat blijkt wel. En ook voor het Centrum Eiland. Ik moet ook maar eens kijken hoe ver ik dan kan rennen. Komt-ie hoor.
Oh jee.